De leiding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij doet er alles aan om de dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Waarnemend SLM-directeur Steven Gonish zegt tegenover onze redactie dat de vliegmaatschappij zich ervan bewust is dat zij zware tijden achter de rug heeft en zij nu pas weer uit het dal kruipen. De maatschappij merkt dat het vertrouwen van het reizend publiek in de SLM weer aan het groeien is. Vandaar dat de vliegmaatschappij heeft besloten haar dienstverlening aan te scherpen, meent Gonish. Maar zeker ook hebben wij stappen voorwaarts gezet in de dienstverlening naar het reizend publiek toe. We hebben recent 1 maart het nieuwe reserveringssysteem in gebruik genomen. Daar zijn maanden aan voorbereiding mee gepaard gegaan. Het programma, dat is een HITIT, heet dat product wat wij hebben aangeschaft. En daarmee doen we dan vanaf het reserveren tot de check-in en afhandeling van het vliegtuig op de luchthaven. Dus al met al hopen wij daarmee een geïntegreerd systeem te kunnen aanbieden, waarbij eigenlijk de klanten, de passagiers, maar ook de reisagenten, en dat we zeggen dat we een beter product kunnen aanbieden als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, maar ook aan mogelijkheden als het gaat om je reservering, het op de hoogte blijven van wijzigingen in je reservering, maar ook het kunnen aanschaffen van aanverwante diensten als het gaat om extra bagage, een speciale plek aan boord van het vliegtuig om te zitten, een stoel en dat soort zaken. Dat zijn zaken die voorheen een beetje moeilijker gingen, maar nu in het pakket zitten. En dat kunnen we dan als dienstverlening, verbeterde dienstverlening dus aanbieden. De recensies vanuit het reizend publiek over het nieuwe reserveringssysteem zijn positief. De vliegmaatschappij is continu bezig met evaluaties met het oog op de uitdagingen waar zij in het verleden mee te kampen had. Ook wij ervaren het als een beter product. Weliswaar moeten we ons realiseren dat dit soort grote overgangen van een reserveringssysteem naar een nieuw reserveringssysteem altijd gepaard gaat met wat kinderziektes. En dat zijn zaken die wij met de mensen, het team van HITIT, die al een hele tijd in Paramaribo zit, die zijn er nog steeds deze week met ons om te werken eraan om al deze kleine kinderziektes die er zijn eruit te helpen. Waardoor natuurlijk het gebruik door de klanten optimaal kan zijn. Uiteraard willen wij vragen natuurlijk aan alle Surinamers. Maar ook iedereen die Suriname wil bezoeken en als het kan, zoveel als mogelijk toch gebruik te maken van de diensten van de SLM. We zijn de national carrier van Suriname. Het gevoel van Suriname, dat moet je al krijgen als je aan boord stapt bij ons. En ik denk dat wij met die ondersteuning, als er zoveel als mogelijk passagiers aan boord stappen met ons, wij ook tot grotere zaken in staat zullen zijn. Om betere dienstverlening te geven aan het reizend publiek, maar ook om meer bestemmingen, meer uitbreidingen in dat kader te kunnen plegen en dus een beter pakket te kunnen aanbieden. Maar nogmaals, we heten iedereen van harte welkom aan boord van de SLM. Het is in de bedoeling dat met het nieuwe vliegtuig de SLM dan zal overgaan tot een volledige SLM-bemanning. Op de Mid-Atlantische route kan de passagier voor nu nog een gemengde bemanning tegenkomen.